Frans Bauer heeft de afgelopen maanden aanzienlijk veel gewicht verloren. In een recent interview met weekblad Weekend deelde de zanger openhartig twee belangrijke redenen die hebben bijgedragen aan zijn eerdere gewichtsverlies. Hij benadrukte dat dit niet de eerste keer was dat hij zo'n transformatie doormaakte. Tijdens zijn tijd bij Ahoy kampte hij met stress vanwege problemen met zijn stembanden, wat resulteerde in een stemoperatie en gewichtsverlies. Naast de stress van zijn optredens onthulde Frans dat het overlijden van zijn vader ook een aanzienlijke impact op hem had. Hij gaf aan dat het verwerken van zo'n verlies een uitdagend proces is waar hij nog steeds mee worstelt. Opvallend is dat Frans momenteel te zien is in zijn eigen programma, Leven zonder letters, dat elke maandagavond wordt uitgezonden op NPO 1 om half 10. In dit programma behandelt hij het onderwerp van laaggeletterdheid, iets wat hem persoonlijk raakt omdat zijn ouders zelf niet konden lezen en schrijven.